Zo, welkom terug allemaal. In de video van vandaag een klein beetje uitleg rond bracketing. Dus wat is bracketing? Wat kun je ermee doen? En hoe kun je het instellen op een aantal camera's, zal ik je laten zien. Eerst en vooral bracketing, wat is het? Je zult het waarschijnlijk als je mij volgt zoals je al gezien hebben dat ik het nu en dan gebruik. In de meeste gevallen gebruik ik exposure bracketing. En dat is een vorm waarbij dat je eigenlijk verschillende opnamen met een verschillende belichting maakt. Om die dan achter, achteraf te kunnen gaan samenvoegen op de computer. Een postprocessing om zo een groter dynamisch bereik te bekomen. Want een, uh, een digitale sensor heeft meestal iets rond uh, 10, 12, misschien iets meer, iets minder afhankelijk van je sensor. stops dynamisch bereik. Dus zelfs al neem je een RAW-opname, dan nog is, die, is dat bereik beperkt. En door die, tekortko om die tekortkoming te overbruggen kun je eigenlijk... Uh, Verschillende opnamen maken en die samenvoegen. De HDR, het HDR principe wat ik eerder in een andere video al heb uitgelegd. Nu, als ik uh, zo even laat zien hoe we dat in de camera, op de camera instellen. En dit is nu een Fujifilm X-E2, zoals je kunt zien. Maar eigenlijk is dat geen nieuwe feature, dat is iets dat al jarenlang bestaat. En dat kan ik u bewijzen aan de hand van deze camera, mijn Nikon F80, die al aan bod gekomen is in de materiaal met een verhaal. Reeks. Dus zelfs op deze filmcamera, je ziet het is een analoge filmcamera. Zelfs op deze camera kon je al bracketing gebruiken. En hoe doe je dat? Dus als ik die hier, ja, die had zelf al een aanduiding van het aantal resterende opnamen als het display uitstond of als de camera uitstond. Features waar ze de dag van vandaag mee lopen te stoeven. Als ik die inschakel. En dan heb je hier een knop BKT. Dat is een, een afkorting die vaak voor bracketing gebruikt wordt. Als ik die ingedrukt hou, dan zie je hier het display veranderen. En dan zie je hier dat hij 3 frames zal maken. 1 plus. Ik kan misschien een klein beetje dicht, dus 3 frames. 1 plus één, zoals dat de belichting aan heeft, en 1 min. En dan hoeveel het hier is 1, 1 stop. Nu, gewoon het in- en uitschakelen van die bracketing is met deze knop. Dus nu is die bracketing ingeschakeld. Als ik alles loslaat dan zie je hier een aanduiding van bracketing en ook hoeveel frames dat ze gemaakt zullen worden en terwijl dat je opname maakt wijzigt deze indicatie ook om aan te geven dat hij de overbelichte of de 1 stop extra belichte, de, de gemeten of de onderbelichting aan het fotograferen is maar als ik die knop terug indruk, dus zo schakel ik de functie terug uit nu je kan ook hier al kiezen tussen wat voor bracketing, dus hoeveel opnames er gemaakt zullen worden en met hoeveel verschil. En dat is met het voorste tandwiel, als ik daar aan draai, zie dat hij nu drie frames met een halve stop correctie maakt. Nu zie ik dat hij twee uh, frames maakt waarbij dat hij dus een normaal belicht en een onderbelicht maakt. Met een verschil van twee stops. Uh, met een verschil van anderhalf, één of een halve stop en dan kun je ook kiezen voor twee frames in de positieve zin, dus dan maakt hij een overbelicht, en volgens de meting belicht, met een verschil van twee frames, anderhalf, 1 of een half. Of voor de drie frames kun je ook kiezen, dus dan maakt hij drie opnamen met een tussen uh, een verschil van twee stops, opnieuw anderhalf, 1 of een halve stop. Dus dat is hoe uh, brechting op deze camera ingesteld kan worden. Als we dan gaan kijken naar de Fujifilm XE2 bijvoorbeeld. Ik zal straks ook de, snel de XT1 laten zien, omdat daar een klein beetje anders werkt. Daar heb je een aantal knoppen bovenaan, waaronder de drive-knop. En de drive-knop is eigenlijk wat we nodig hebben. Hier op deze camera als ik die even inschakel. Op deze camera hebben we hier een drive-knop. Dus een dedicated knop om de drive in te stellen. Als ik die ingedrukt hou, dan zie je hier een aantal. Wacht, ik zal ze gewoon. Dit is een gewone enkele foto, dit is een burst mode, dus dan gaat hij meerdere opnamen maken kun je nog op low en high instellen, dus dat is puur de snelheid en dan hier komen we aan de bracketing de AE bracketing is de, ik denk dat AE staat voor auto exposure dus is de belichtingsbracketing. de exposure bracketing die we hier daarnet op deze camera op de f80 halen hebben laten zien en dan kun je ook kiezen of je met tussenmetingen van een volle stop een uh, 2 derde of 1 derde stop werkt dan je kan ook, dus je hebt nog een aantal andere vormen van bracketing. Dus dat was de exposure bracketing. Je hebt ook. ISO-bracketing. Dus dan zal hij de ISO-waarde gaan aanpassen om een andere belichting te bekomen. Of film simulation bracketing. Dan gaat hij dezelfde opname gaan maken met verschillende filmsimulaties. Nu, sowieso dit is iets wat je even goed achteraf op de computer en post processing kan doen. Tenminste, als je een rauwe opname maakt, dan kan je dat achteraf ook even goed gaan bekomen. Wide balance bracketing. Opnieuw, als je een rouwopname maakt, is de white balance niet afhankelijk van je foto. Kun je die achteraf onbeperkt gaan aanpassen. En dynamic range bracketing. Dat is een specifieke feature voor uh, Fujifilm, waarbij dat die zal proberen een uh, groter dynamisch bereik te bekomen. En dat wordt eigenlijk gedaan door je foto klein beetje te gaan onderbelichten en dan de schaduw te gaan pushen en dergelijke meer. Nu dus eigenlijk is het alleen die exposure bracketing en die iso bracketing die echt niet achteraf kunnen uitgevoerd worden. De rest kan, de rest van de opties, de drie opties hebben geen invloed op uw dus je RAW-afbeelding, dus kunnen eigenlijk even goed achteraf gaan doorvoeren. Maar dat is dus wat je kunt doen op Fujifilm X-E2. Als we dan gaan kijken naar de X-T1, dus dit is een X-T1, dan zie je dat daar een uh, drive knop op zit, dus dat is eigenlijk, dit is de ISO-knop. En hier zit een, ja, een schakelaar eigenlijk. Om die onderste schijf te gaan verzetten. Dus dat nu op single, dat is dus een enkele foto. Continuous, low en high, dat zijn diezelfde opties die we daar net op de Fujifilm gezien hebben. Multiple exposure en dergelijke meer. En dan deze, de BKT opnieuw. Dus exact dezelfde afkorting als op deze oude camera. Bracketing. En dan moet je eigenlijk, dus nu staat de camera ingesteld op bracketing. En dan zou je in de menu moeten gaan kijken om de manier of het type bracketing te gaan instellen. Dus dat is eigenlijk waar dat op neerkomt voor de XT1. De XT2 zal gelijkaardig zijn als, als aan deze en de XT3 zal dan eerder werken zoals deze. Zo, dat was het. Bedankt om te kijken en tot de volgende.